We gaan natuurlijk ook quizzen vanavond met als nieuwkomer Flor de Cler. Wat verwachten jullie ervan? Het enige kind waarvan ik zeker ben dat het echt in de zak van Sinterklaas heeft gezeten. Hebben jullie ooit iets meegemaakt in een vliegtuig? Ik heb zo fameuze doodsangsten urenlang tijdens de vlucht doorstaan. Omdat ik zat naast een Limburgse kapper. Ja. En ik had gevraagd van, wat is die job? Ja. En hij zei van, ja, ik ben een kapper. Heb ik al gezegd dat hij een beetje mijn tweede mama is geworden sindsdien? Is waar, oh. Ja, absoluut. Ja, omdat zo, hij kunt zo hetzelfde. Zo, mijn moeder kan ook soms dingen vertellen waar ik me zo achteraf geweldig om generen. Kennen jullie elkaar eigenlijk? Ja, we hebben samen op de boot gezeten. Hè? De boot is Get Late Night, ja. Ja, wat ik me nog herinner, is dat hij altijd toch veel bezig werd over, over vaginale droogtes. Oh. Ja, ja. Ik ben er nog altijd niet vanaf. Ik heb al drie... Ik heb al drie gynaecologen versleten en ze zeggen alle drie, we gaan dat oplossen, maar het is niks. Zie, ik heb dat niet gedroomd, dit ging er echt over. Ja, je weet het, ja. Maar vooral, je moet weten, je bent maar juist wakker, je zit op James Cook te kijken, die in zijn peignoir alles open zit en dan ben je aan het ontbijten over vaginale droogte. Terwijl je de salami wilt pakken. Redelijk heavy. Ja, Rik, jij hebt nog geen kinderen, hè? Wordt het geen tijd? Ja, het is heftig. Hè. Zo, al mijn vrienden zijn kinderen aan het krijgen. Dus ja, soms fantaseer ik er wel een keer over. Van, hoe gaan ze ze eruit zien of hoe gaan ze noemen? Oh, ja. Wordt een dochter dan? In de babysit bedoel ik. Heb jij nog BH's verbrand? Ben je van die generatie? Omdat ze te klein waren dan. En we zijn de eerste ook die van de reclame droeg op zijn hemd. Juist. Ja. Wie doet dat nog nu? Ja, Magie de Blok met zo'n ledboarding. Hoe gaat het, Rik Verheyen? Het gaat zeer goed met mij, meisje. Ah, ik heb zo'n pijn, want ik heb je gemist. Wat zeg je? Ik was daar zot van haar vroeger. Ik had vroeger een poster van haar op mijn kamer hangen. Ja? Van Pamela Anderson. En mijn vader heeft hem dat weggehaald op een bepaald moment. Allee, ja, hij heeft dat in de living hangen. Erik, als je in Thailand zit, dan rij je niet op een tuk-tuk. Een olifant. Een olifant, was dat? Wat is dat niet meer iets? Voor jullie is te verbergen. Dus straks met Pamela Anderson wel even. Jij hebt veel in het ziekenhuis gelegen? Ja, ook gewoon. Ik was een heel wild kind. Ja. Dus heel veel dingen gebroken. Echt wel. Ja. Ook mijn wijsheidstanden, mijn sleutelbeenoperatie. Ja. Je micro. Ja. Kunstschaatsen. Hebben jullie het ooit gedaan? Nee, maar ik ben altijd onder de indruk van mensen die zeggen dat ze kunst schaatsen. En niet zozeer omwille van de sport, maar het feit dat je zo openlijk durft vooruitkomen. Ik wel knap, eigenlijk. Hockey's vroeger? Hockey's, nee. Nee, oké. Okay. Nee. Tennis, hè. Tennis, oké. Okay. De Royal Zoute Tennis Club. Oké. Oud, putain. Ik zou dat niet aan kunnen, ik zou astronaut zijn. Verschrikkelijk. Ik zou die heel tijd in paniek van, heb ik mijn chauffage afgezet of niet? Praat jij wat West-Vlaams? Ja, ik heb ooit eens een keer een voorstelling met Rik gedaan in het West-Vlaams. Echt waar? Ja, dat was heel fijn om te doen eigenlijk, ja. En wat zei je dan zo? Of, Ik weet niet meer juist, maar ik sprak bij een doelstemmetje zo. Hij zei, Pietie, wat zei je, Pietie? Pietie is de naam van een personage. Ja, dat ging 100 in duur. Ja, dat was echt... Ja. Maar we doen soms dingen wel, hè? Zei ik een horlogetest? Kijk, je gedacht van... Zodat er polsen zijn. Heb je geen horloge aan? Nee, kijk geen horloge aan. Kijk geen horloge aan. Opnieuw, zei ik een horlogetest? Kijk geen horloge aan. Welk klein woordje dat blijkbaar bijzonder populair is bij rappers zoeken we? Lil. Lil, inderdaad. Lil is een afkorting voor Lidl. Hè. Als ik een rapper was, Lil Erik. Ja. En de bekendste rapper in België, Lilian Saint-Pierre. Amai, ey. Was er ook nog een, dat programma van die twee rappers vroeger op VTM, was dat nu? Huh? Ja, Lil Erik en Marleen. Ik doe het ook. Ja. Ik steek ook die gordel snijdt mij hier. Dat zit oncomfortabel aan uw vrouwelijk materiaal. Dus je zit dat een beetje anders. En waarom reageert die industrie, die makers van die gordels daar niet op? Dat je dat opzij kunt naar beneden klikken of nog wat hoger of lager. En dat gebeurt niet. Ja, moet je dat niet in de camera nog een keer zeggen? Ja, de camera. Misschien daar. Er zit een camera verborgen. Ja. Ah, oké. Ik zal het zeggen. Jongens, alsjeblieft, doe er iets aan. Wij vrouwen zijn slachtoffer van die gordels. En dan zeker met die emoticons, daar word ik onnozel van. Ja. Mijn moeder die staat daar verder in dan ik, dus die gebruikt dat continu. Ja. En laatst bijvoorbeeld was er zo... Ik moest 's nachts filmen, ik had dan 2 uur moeten overdraaien. En mama vroeg van hoe was het? Ze zei, ja, 2 uur moeten overdraaien, dit en dat. En eerst stuurt hij een treintje. Ik had gezegd, zit in mijn auto, dus stuurt een treintje. Ik had zoiets van, wat is dat voor iets raar? Er is toch geen film in het midden van de nacht? En dat. Ik belde mijn moeder en ik zeg, van, ja, waarom stuur je een treintje? Maar stuur ik toch geen treintje? Ik zeg, hij heeft een treintje gestuurd. Dat is een locomotief. Ik zeg, ja, en wat is dat? Maar ja, loco, hé. Alsof het niks is. Loco. Rik, heb jij al nagedacht over eventuele namen voor een dochter? Ja, ik heb er wel over nagedacht. Ja? Ik zou eigenlijk vrij graag een meisjestweeling willen hebben. Ja? En de ene heet ik dan Kaat en de andere Duplicaat. Nee. Zijn jullie keukenprinsessen? Nee, maar wel hoeren in bed. Jullie al vaak moeten laten inenten? Ik heb me al een paar keer laten inenten. Vorig jaar heb ik me echt voor alles dat je me laten inenten. Echt waar? Ja, absoluut. Ja. En waar ben je geweest? Barcelona. Ja. Maar we Barcelona? We vlogen via Chalerois. Ah. Margriet, Frank, heeft hij een koosnaam? Ja, hij ging mij darling en ik ook tegen hem darling. Darling. Oh. Ja. Rik, jij een koosnaampje voor je? Ja, het staat op het scherm eigenlijk. Dierlijk product.